tappen. Oh, ik ga zeggen, dan is het dan met de beuze. Dat heeft met dat stroomstukje weer te maken. Oké, okay, daar moet ik nog straks naar kijken. Ik zag dat je een pakje had, jongen. Wat voor ik vorige keer al aan? Ed? Heb ik vorige week gekocht. En daar heb ik dat geld voor gebruikt wat ik aan het verdriedubbelen was, zeg maar. Maar had je het al compleet bij vader? Volgens mij niet. Zoals ik het nu aan had ik toen ook al. Ik heb verder niks meer gedaan tussendoor. Oké, okay, zal wel. Ik heb nog niet alles gekocht, maar... Oh ja, dat was het. Ja, klopt. Nou, ik heb de boekbeeld erop gezet. Volt Voyage Cooper. Yep, Volt Horde Voetee. Had ik al gevoerd. Oh, ja, ik moet het nou doen. Jij was er zo naar aan het staren. Nee, ik was mijn kill counter aan het starten. Een reset en zo. Zo. Shop gelegd. Ik zal de zo voort. Ik ben even naar boven. Het was verkeerde boven waar ik was, maar dat maakt niet uit. Inventory is toch vol. Aan die kant gaat het niet zo hoog. Nee, inderdaad. Het ging wel omhoog, maar niet zo hoog. Ach ja, je wist in ieder geval wat ik aan het doen was. Die niet hier onderin. Pakken we die ook niet per ongeluk. Ja. Oh, dat is hoog. Yep. Links van ons in de verte ligt trouwens een shipwreck. Oké, even een nieuwe
Voyage kopen en dan kunnen we vertrekken. Daar zit ik wel op de goede boven. Heeft toch een rare gewaarwording voor je innerlijk gevoel als je van zo'n hoogte af dasht. Ja, ik had er ook weer gewoon hol en zo. Ja, dat is wel. De enige game die ik me kan herinneren die me dat gevoel ook geeft, zeg maar, als ik echt van hoog val. In het begin was dat Assassin's Creed, de eerste twee delen of zo, dat je van zijn toren afsprong. Maar dat nou ook niet meer. Deze game heb ik het nu al 3 jaar. Oh, kan je terugkomen? Ja, ik was aan het wachten op een mermaid. Die is achter het eiland gespond. Hallo, dit is mijn sloepie. Ik ben Bredex. Ja, ik heb weer wat zelf getrokken. Hij heeft het al zwaar. Oh. Die is weg. En dat was gaan op. Goed en wel buiten de outpost marker en rang 2 en een kwart. Oké. Kunnen we dit keer niet zeggen dat we geen cannonballs hebben geschoten, maar. Nee, ik heb ook dat 3 firebombs opgeschoten, zodat hij niet terug zou schieten terwijl ik alleen was. Is dat een kerk? Ja, die haal ik wel even. Is al weg. Oh, goed. Op, rang 3. Moeilijk hoor, Cold Holder 5 worden. Ja, kom nou. Het is niet dat we nou een heel speciaal hebben gedaan, wel dan. Hallo. Verdomme. Keihard voor gewerkt. Ja. Ik heb 2 cannonballs geschoten. Daar is al een captain's chest. Zo, dat was alles. Er ligt nog wat. Jij stop. Maar zeg ik mis een storage crate. Thank you. Oh,
En we gaan nog maar onderweg naar het shipwreck. Godverdomme zeg. Nou, we hebben meer cannonballs dan waar we mee begonnen, dus. Mooi. En dan helemaal meer planken. Een beetje achterzeil geven, ik ga even vlug naar dat eiland daar. Ja, ik heb daar mijn ding leeg halen. Nee, geen pistooltje jij. Kijk nou. Oh. Het mes. Even blijft die mooi achter die grond slopen. Schmilap. Ja, nou zijn we wel te dichtbij. Ik kan ook schieten. Allee, ik hoef niet achter die massa blijven hangen. Geen drinkjes aan te leveren vandaag, hè? Niet specifiek, nee. Oké. Okay. Ik ben nog niet eens een kwartier live, waarvan sowieso al een minuut of 7 intro. Dus in nog geen 10 minuten tijd zijn we bijna gang 4. Ja, zoiets. Waar ben je mee eens zwemmen? Emmocreet. Cool. Ik kon kiezen of een trinket of een ammo crate. Ik denk, nou ja, als we trinkets niet per definitie nodig hebben, zwem dan met ammo crate dat stukje. Oh, nou komt er wel een mermaid voor me. Nu ik fucking bijna op de boot ben. God. Zo. Beetje hier de zaak. Oh, die kan pas vanaf blijven staan. Opruimen. Die moet ik apart houden, ja. Sam, ik denk, doe deze skill aan die collector's chest. Ja hoor, die collector's chest is helemaal vol met rotzooi. Je wilt het zien, normaal zijn ze half leeg. Beetje draaien. Anders kunnen we niet poenen. Woenie.
Blup, 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 blup. Ik doe het. Ik zal een kerk in de blazen, man. Ik ga ervan uit dat het shipwreck leeg is, toch? Ja, alles wat daar nog dreef, dat was het maar. Ja, daarom. Begin ik vast te draaien. Hoi. Hey. We moeten een beetje meer naar rechts volgens mij, ja. Het eiland zo groot? Het kompas volgen. Oh, ja, dat misschien kan ook. Ik had nog niet eens naar gekeken naar dat kompas. Jij was naar een vleemhoog aan het varen. Ja! Ja, die doet niks voor die vent helaas. Nee, het enige wat hij doet is supplies geven natuurlijk. Yo. Last words. Lijkt het er wel op, in ieder geval direct. Ga ik dadelijk even naar dat fort toe. Mm-hmm. Lijkt inderdaad op lastworst. Zand hier. De zeeuw door die storm. Ik rijd rond even omhoog. Aangezien ik nog alleen ben. Baan ik weg. Welkom terug. Ja. Isle of Last Words. Wow. Hij zei het zelfs goed. Ja, ik zei het goed, hè. Wat verdikken. Er ligt in ieder geval een roeiboot. Ik weet alleen niet wat voor een, maar aangezien we er nog geen hebben, is die sowieso interessant. Verder laten dobberen. Oh, hallo, kijk. Goed, er net over in, hoor die kijk. Even checken dat de zeilen omhoog zijn. Old Faithful.
Ja, yep, we hebben alleen nog geen kruisje. Nee. Is ook niet erg, want we moeten wachten met dat kruisje uitgraven tot de tango er is. Ja, dat klopt. Je hebt goed de boom op de boom, de boot. Eerd. Damn it. Dus het volgende eiland waar we moeten zijn, denk ik. Ik ben er even aan het roeien. Je kunt een beetje naar voren gaan. Ik zit hier met die rotsen. Ja, doen we. Achter een klein beetje gedrokt. Ga je zelfs naar rechts, want anders ben ik dadelijk op een grote rots. Het kan wel eens goed recht voor ons zijn. Oeh, supplies. Even storage crate pakken. En die. Ja, het is het eiland hier. Nou, het gaat veel te ver naar links nu. Oké. Okay. The Sunken Grove. Storage schrijf is ook wel leeg. Ja, je draaide maar al te hard naar links, dus ik wist eigenlijk al dat we hier moesten zijn. Ja, ik merkte dan dat het dan een heel klein beetje twitcht al, zeg maar. Mijn Spyglass bug weer terug. Spyglass bug? Ja, ik zie jou keihard over het eiland rennen met een witte gloed. Ah. Oh. Weet er nog niks. Volgens mij is het niet meer op dit eiland. Nee, niet meer op dit eiland. Oeh, storage crate. Wow. Wow. Ah, ik moet ruzie aan het maken hoor. Ik kan alleen de ruzie op en lossen. Dank je.
Zo krijgen we wel cannibals, ja. Wel achter het eiland dan. Het eiland zelf niet is. Nee, dat is niet op het eiland. Ik zat net op de andere kant strand, op de beetje de zee in. Dus. Ja, nee, daar ging ik ook wel vanuit. Dat je dat gecheckt hebt. Ries is onderweg, zegt hij. Zo van een uurtje. Too easy, too easy. Ja, dat is waar. Links voor dat kleine eilandje zal het zijn. Kan heel goed, ik ben op dit moment barrels aan het vullen. Zo. Deze storage crate zet ik hier naast de Emerald Box neer. Heb je vroeg je dutje gehad, Dennis? Je bent scherp. Zegt Richard. Ja, dat uiteraard. Nee, ik heb goed nieuws gehad vandaag. Oh. Ja. Ik heb vanochtend ontslag genomen. Oh. Oké. En wat is het goede nieuws dan? Later op de dag kreeg ik een contractaanbod van een andere werkgever. Oké. Denk je wel. Ik bedoel, ik wist dat het niet direct heel goed beviel, maar. Dat was een beetje raar. Kompas. Ik vond deze volgorde van vertellen leuker. Ja, nee, snap ik. Ik was van plan om vandaag wel ontslag te nemen, want ik wist dat dit eraan zat te komen, zeg maar. Ik had een redelijk hoge mate van zekerheid dat ik een contract zou krijgen, aangeboden zou krijgen. Maar vanochtend in een meeting, ik had het gewoon helemaal gehad. Dus voordat ik er erg in had, zei ik zo, want jongens, deze discussie gaan we kort houden. Ik dien bij deze mijn ontslag in. Gewoon boem. Oh ja. En toen, dat was om, wat zal het zijn geweest, 9 uur vanochtend of zo. En om een uur of 2 kreeg ik het contract van een nieuwe werkgever binnen. Gaan we werken in Heerlen vanaf mei? In Heerlen, waar? In Heerlen, waar? Hier is het. En 300 bruto per maand meer verdienen. Dat is ook niet heel erg. Als dat hele kerel, we zoeken nog landmeters. Dat zegt Ries. Ries zegt, als dat niet lukt, we zoeken nog landmeters. Mag je de hele dag met zo'n palen rondlopen? Luister, ik heb iemand die met mijn paal rondloopt voor me. Maar niet de hele dag. Ja, dat zou een beetje raar zijn. Ja, la 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 la. Ries zegt al over mij dat ik scherp ben, maar hij is pas scherp. Jezus. Ik was slapen. Ja, ik was gewoon, godverdomme, een uur voor mijn wekker wakker. Jij? Ja! Nou, dat moet ik niet hebben. Ik heb gisteren echt heel veel geslapen, echt slaap inhalen even.
een paar lange dagen gehad. Lag hier op het strand ook nog een storerskreet. Ik heb één storerskreet al aan boord. Die hier op het strand lag? Ja. Oké. Okay. Hier meteen in het begin. Ja, dan ligt er geen storerskreet meer. Het is al leeg zelfs. Staat richting het stuur. Dat we een beetje richting de achterkant ook een lege storage-kreet hebben. Ik zat hier even iets meer naar de zijkant toe, Roy. Want hier gaan wij vaker dood en dan kun je moeilijk reizen met die R, weet je nog? Ja, ik wil hem ook hier. Nee. Jawel, kom wel. Achter. Dat is toch F. Niet erg. Om op te pakken, maar erg, net zoals rezen. Ja, wat we ook kunnen doen, is gewoon even op de trap zetten. Kan ook. Daar sterven we niet op. Gods, nog steeds niet. We weten in ieder geval welke hoek we moeten zoeken, maar. Links, links, voor. Oi! Godverdomme, een nieuwe boot. Auw. Afgelopen. Stond er om 5 uur al naast, hè? Toen heb ik me nog een keer omgedraaid. Half 8 opstaan, terwijl ik pas om 8:30 hoefde te opstaan. Best wel vroeg. Ik vorige week woensdag op donderdag had ik van 2 uur 's nachts tot 7 uur 's ochtends gewerkt aan school en daarna direct naar werk toe. Zou het zo zeggen, dat heb ik de rest van de week nog gemerkt. Mm-hmm. Je bent ook geen 18 meer, Dennis. Die dingen die ga je voelen als je wat daar hoort. Ja. Ik moest even wat afmaken. Ja, nee, snap ik. Ik bedoel, een nachtje overslaan, dat gaat. Dat is geen probleem, maar daar heb je echt wel meerdere dagen / weken last van. Ja, en ik ben er zo eentje, zeg maar, ik kom dan thuis van werk en dan ga ik heel eventjes liggen. En dan Doe val ik even een uurtje, dan val ik een uurtje in slaap en dan slaap ik s'nachts. Yep, dat probleem heb ik ook. Ik kan zeg maar overdag niet even een uurtje dutten, zal maar zeggen. Nee, niet een uurtje. Als ik een half uurtje de wekker zet, dus dat ik ongeveer 1 minuut of 20 slaap, dat is geen probleem. Dan kan ik wel weer op en er tegen, maar zet ik hem langer dan een half uur, dan ben ik de hele dag weg. Je mag verder naar links, of ja, dadelijk, dat denk ik nu inmiddels naar het eiland links, want we moeten naar Shipwreck B. Nou, kun je nog voor het eiland wel redden. Ja, we hebben toch wind tegen dus. Zoiets. Ja, recht zo die wat. Schiet ik me daar even over naar Dagger Tooth. Dus ik verwacht dat het Shipwreck B is met hoe die wijst. Mm-hmm. Ja, het is niet de last words. Misschien is wat Dagger Tooth. Dat lijkt me sterk. Wat? Maar... Zo op het dok. Oh, ik klip er net vanaf. We moeten dadelijk sowieso even langs de outpost even de rest van de spullen erop gooien. Ja, we zijn dadelijk toch 5. Dan kunnen we dat doen. Weg.
Welkom terug. Ik wist niet dat je weg was. Oh, ja, die was op de outpost, dat bedoel je. Daar was je van terug. Denk ik, volgens mij heb ik toch redelijk tijd gezegd dat ik even naar de dekker toe ging. Ja, ik was even in de war met gewoon iemand AFK. Ja. Ik mag gewoon een beetje draaien als je wil. Oh, ik ben al getest. Hoi. Yo. Daar is die toch? Ja. Ik had net echt het meest intelligente familiebijeenkomst Zoom gesprek ter wereld. Mijn stiefbroertje die begint, hoe heet dat, van ja, hoe heet dat, wij zijn bij een, hoe heet dat, zo'n zwangerschapstest ding geweest en we weten het geslacht. We willen jullie laten stemmen en als er voldoende stemmen zijn en zo, dan maken we het bekend. Dus, nou ja, het zal wel, ik heb hier totaal geen zin in. Ik kan het zeggen, als jij wil vertellen, vertel je me, anders vertel je het niet, het zal mij ontzorgd zijn. Ja, dus ik zeg zo van, nou, weet dat, dan ga ik echt een heel politiek correct antwoord geven. Ik zeg, het interesseert me niet, want dat weten we pas op zijn 18e of zo. Misschien net iets daarvoor. Ja. Dus toen op een gegeven moment zeggen we Steve Roer van, huh, wat lul jij nou? Ik zeg, nou, ik zeg, misschien is hij wel transgender of aseksueel of panseksueel of... Nou hè, wat je voor seksueel kan rooien. Ik zeg dus, ja, ik zeg, wij maken het niet uit. Ja, nou, dus op een gegeven moment zegt hij, nou, als de juiste hoeveelheid het goede hebt aangegeven, dan maken we het bekend en anders niet. Dus ik zeg, weet je nou wel hoe dom je bent met wat je zegt? Zeg maar, ik zeg verder niks. Ik zeg prima, ga maar door. Hè. Dus nou, iedereen stemmen. Dus aan het einde, ja, nee, we gaan het niet zeggen. Ik zeg, nou, dat is de jongetje. Ja, weet je het zo zeker? Ja, dat iedereen praat hier. Ik zeg, iedereen heeft gestemd voor een meisje. Ik zeg, een jongen over. Ik zeg, dat is toch niet zo... Ja, nee, maar zo bedoelen we... Zo, ik zeg, nou, nee, ik zeg, nou ben je verlult, kerel. Ik zeg, of je gaat het nou zeggen of niet. Zeg, anders ga ik uit het gesprek. Ik zeg, dat is echt... Dan ben je echt een dom kutspelletje aan het spelen. Ja, dan was hij niet zo van geamuseerd. Dus dan ben je echt gesprek gegooid. Ik zeg, mooi. Wauw. Als de meeste mensen het goed hebben, dan vertellen we het. Ja, ik ga het niet vertellen, dus dit is het andere. Ja, dat is toch dom of wat? Ja, nee, hij bedoelde wat anders. Ja, nee, maar... ja dan had je geheim moeten stemmen, dat niemand wist wat de stemmen waren. Maar... ja! Domme kut. Gods. Ik ben er ook altijd heel makkelijk in. Als je het wil vertellen, moet je het doen, en anders niet. Nee. Nee. Hij had ook geen brug gekocht dan. Geen brug gekocht? Ja, hoe dat het begon? Ik heb ontslag genomen. Dus ik, ah, je hebt een brug gekocht. Ja, dan kan je eronder wonen. Oh, zo. Ja. Argument heeft genoeg plaats waar je kunt slapen. Roy vertelde me wat jij zei, dus ik zat niet in de chat. Oh. Nee, het is toen op een gegeven moment belde mijn moeder. Nou, moest je het allemaal weer verzieken? Ik zei, nou, ik verziekte niet. Ik ben toch gewoon eerlijk? Ja, dat zou bij ons in de familie precies zo gegaan zijn, hoor. Nou ja. Dus, hoe is het met jullie? Nou, ja, wel lekker. Behalve dat ik een maand moet uitwerken, maar verder wel lekker. Ja, maar je hebt dan een ja, goed vooruitzicht. Hoor je wel hoor. Het ging, ja. Daarna, het ging daarna niet meer om die domme bullshit waar ze het over hadden, maar... Maar ik dacht dat je het eigenlijk al naar je zin had bij die baas. Ja, op zich de projecten waren wel leuk, maar... Ik noem het maar even, de kantoorethiek viel een beetje tegen. En dan heb ik het met name over...
zeg maar, gesprekken daar voeren, die gaan niet verder dan het dorp waar we in zitten en twee dorpen die eromheen liggen. Dus zeg maar, de helft van de tijd ben je buiten gesprekken gesloten. En andere dingen is, dan heb je een meeting over het project en dan geef je gewoon tips. Nou, nee, hier heb ik ervaring mee, misschien kunnen we dit zo en zo en zo doen. En dan wordt het gewoon volledig genegeerd. Dus ik voelde me gewoon niemand serieus genomen en denk oké, dan ga ik verder kijken. Doei! Ja, nee, dat is logisch. Ja, vandaag. Roy? Ja? Roy? Ja? Tango? Ja? We krijgen bezoek. Oh wow. Ja! En ik reed 5 Reaper. Ik denk, wat ben jij nou aan het roepen, joh? Ja, ik zie er in één keer een Great 5 Reaper langs dobberen. Maar waar is Roy? Achter het eiland. Ik ben net de boot in ieder geval in de wind aan het draaien. Ik ook. Gaat alles goed, Roy? Ja. Volgens mij hoor ik je heel zachtjes. Hoor je mij heel zacht? Nee, niks. Oh, dan is er wat met mijn microfoon gebeurd. Ik hoor hem echt gewoon extreem zacht. Is dat niet van de stream die je nog aan hebt staan of zo? Nee. Nee. Ik hoor echt gewoon op Discord, zie ik zijn dingetje oppoppen. En dan heel zacht. Ik hoor echt extreem zachtjes. Dat beter? Pak die. Hoe niet? Dat was volgens mij in-game dat hij sprak. Ja, dat hoor ik sowieso niet. Zodat zijn microfoon niet pakt. Test. Ja, zie je. Goed. Oké. Je moet even opletten, want we hebben volle wind en wij op dit moment niet. Dus je moet je even zeilen bijzetten, Tando. Ja. Oh, hallo. Jij bent slechter in. Wil je ze naar de andere kant hebben, Roy? Oh nee. Ja, ik heb in ieder geval een storage crate bij hun overboord geflikkerd. Ik weet niet wat erin zat. Maar hoe kan zijn microfoon in één keer niet meer pakken? Een driver die crasht ofzo. Dat was volgens mij een persoon. Of niet, nee. Maar Roy hoort ons dus wel. Volgens mij wel. Ja, oké. Okay. Ik heb zo'n geluid mee aangezet en ook wel vertraging, maar... Hoor je daar zo'n microfoon wel? Als ik wat zeg wel, ja. Ja, ik weet ook wat het probleem is. Alleen krijg ik zo 1, 2, 3 niet gefixt. Zet maar even de draai in voor aanval, Roy. Dan pakken wij even vol kanonnen of zo. Frontzeil omhoog. Oh, raakt wel wat, kort alleen. Naar links draaien, Roy. Hoppa.
Dat was een cannon kill. Dat was ook een cannon kill. En dat is een ankerbal erop. Ik help je even, Roy. Ik moet toch cannonballs pakken. Klote golf, kon je. Ze zijn weg, ze zijn weg. Oh. Dat was er echt eentje volgens het boekie. Wel een heel dun boekie, maar ja, dat mag niet, hè. Dan ben ik wel benieuwd wat ze aan boord hadden, meneer Crate 5. Volgens mij alleen een storage crate. 9 van de 10 keer hebben ze niks aan boord. Hey, ik hoorde wat. Dat was wel de meest vervelende plek om dat net even te krijgen. Yep, daarom, ik wist ook wat het issue is. Ik heb het alleen nog nooit meegemaakt dat het gedurende de avond is, meestal pas na een reboot. Wow, was dat een kerk? Ze hadden een kerk, ja. Maar, natuurlijk hebben die niks aan boord. Reaper 5, die aan het jagen is, die heeft niks aan boord. Jawel, ze hebben een key van zo'n ship voyage. Oké. En ze hebben nog een Merchant Crate 1 vlag. Dat is op zich niet erg. Lege storage crate. Zo, echt die gol. Zo, maar dat was wel even snel met ze gedaan. Hier is die captain's key, die leg ik wel even beneden. Er was er eentje overboord geschoten, twee waren er doodgeschoten door ons. Jij hebt de mast omlaag gehaald en ik gooi een ankerbal op. Klaar. En dat allemaal zonder dat je kapitein kon horen. Ja, het mooiste was gewoon, ik zei nog van, dat ding dat raakt iets, zeg maar, hoe zeg je dat? Die chain shot, ja, dat was dus dat persoon en daarna raakte ik die mast. En toen hoorde ik jouw doffe klap van die jij killde, zeg maar. Ik heb geen 10 cannonballs geschoten. Nee. Ik ook niet. Ik wel onderhand hoor. Even kijken. Wij waren onderweg naar Old Faithful. Ja. Dat was alles, hè? Ja. Is dat rechts voor Dagger Tooth? Ja, hè? Even kijken. Rechts van onze Dagger Tooth. Voor ons zit de rotsen. Wat doen we even met de... Achter die rots zit de Old Faithful. Ja, ik heb even langs Dagger. Met lege storage crates kunnen beneden. We hebben er eentje voor op staan, we hebben er eentje bij op de trap staan. We hebben zelfs twee voor op staan inmiddels. Oh, hier ligt ze. Oké, die ligt hier om de hoek. Ja, gooi die hier rechts, meneer Ries. Oh ja, oké. Okay. Links gooien we meestal een belangrijke kist of zo neer. Ja. Dan kunnen we dingen wel even neerzetten. Die captain's chest. Oh nee, we zijn 5, hè. Die kunnen we dadelijk meteen inleveren hier. Ha! Waarom gaan we naar Dagger Tooth? We moeten naar... De rest van de boot moet er nog op. Oh ja, ik dacht we gaan eerst even naar dit ding, de key ophalen. Nee, maar ik was zo op Dagger Tooth en ik draai me zo om en ik kijk terug naar het dok waar ik geland was, zeg maar. En in één keer zie ik daar die reapers langs varen, denk ik. Ja, ik was ergens onder, achter een dingetje, was ik barrels aan het legen, dus ik had zoiets van... Huh? En toen liep ik de dingen op en toen zag ik inderdaad het schip voorbij komen. Ik zei, oké. Ja, ik was, en daarom was ik van, Roy. En toen hoorden we jou niet reageren. Ik denk echt van, ik hoorde jou roepen. Ik denk, nou ja, het zou wel misschien dat hij wil dat ik naar Dagger kwam. Dus ik draai mijn camera en ik zie dat rode vlaggetje in één keer. Ik denk, oh wacht, daar wil hij zeggen. Wacht even, niet naar Dagger toe. Dat was best wel grappig. Waarom reageert papa niet meer? Ja. Zal ik even kijken of ik vanaf hier die onderdelen erop kan zetten? Ja, kan. Ik kan het zeggen, als het goed is wel, want ik lig bijna langs het andere dok.
Ik ga hier een dogger en een storage crate op bord flikkeren. We hebben er echt best wel weer veel aan bord. Mm-hmm. Zo, onze eerste captain's chest voor het event. Woo! Yeah. Oh ja, emissary quest hebben we ook maar vastgeclaimd. Oh, is wel handig. Ik ga nu ook een captain's chest halen. Ja, waarom? 20 stuks of zo. Doen we meteen de vlag wisselen, nou we toch hier zijn? Ja, kan. Ja. Dan worden toch wel weer 5. Die zullen denk ik ook wel zout zijn geweest. Ja, zeker waarschijnlijk omdat ze mij zagen typen, dus die hadden zoiets van, oh, die hebben geen voice. Dat we heel veel voice nodig hadden. Wij spreken met cannibals. Heb jij die storage crate daar laten vallen? Mhm. Oké. We hebben er te veel, dames. Er zijn er een paar overboord gegaan. Oh. Ik ben onder. Oh, ik heb alleen de. Hoe heet dat? Alleen we hebben geen hul. Nou ja, dat maakt niet uit. Ja, doen we de volgende keer als we er zijn. Of een hul erop gooien, of we gooien gewoon een donkere hul erop. Ja, ik moet nog 7 miljoen voor die hul. En dan leg ik hem bij dat strand op de zuidkant. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Zouden die nu nog een tweede keer twijfelen als ze ons straks weer zien? Ja, moeten ze dan weer een Reaper 5 brengen? Misschien denken ze wel dat we geluk hadden, joh. En dan, Ja, of als dat een echte Reaper was, iedereen van de server aan het schieten is. Dan hebben we goed getroffen deze week. Ja. Je lievelingseiland, Ries? Nee. En nee, het is geen T7. Nee, dat Ook wel daar. Ik heb een draadloze headset trouwens. Ja? Ja. Nou, ik zag welke je gehaald. Ben je er tevreden over tot nu toe? Ja. Nu, laat ik het zo zeggen. De meeste mensen hebben deze niet nodig. Even ter verduidelijking. Mm-hmm. Ik heb gewoon die inputs nodig. Maar de meeste mensen kunnen met die Arctic 9... Wat eigenlijk dezelfde is, alleen daar zit de batterij erin, in plaats van dat het met losse accu's werkt. Mm-hmm. Kunnen die meer als zat doen. Dus je kunt de input erin steken in die USB-dongel van die 9 en dan kun je box daar ook op aansluiten. Oké, okay, wat draaien dan gewoon? Kan ik zeg maar heel makkelijk schakelen bijvoorbeeld tussen het geluid van mijn console en mijn PC, zeg maar. Zou dat kunnen? Met die 9 niet. Nee, ik bedoel gewoon die jij hebt, zeg maar. Ja, hier kun je... ik kan gewoon via dat kastje...
kan ik gewoon op knop duwen en dan kan ik kiezen AUX, PC of PlayStation. Afhankelijk van hoe ik het aangesloten heb. Ja, precies. Gewoon de channel 1, 2, dat soort dingen. Ja, in principe AUX in, USB in en digital in. Ja, precies. Dat is wat ik graag wat ik zoek. Dus. Ja, dan moet je echt naar deze kijken. De meeste mensen laten het geluid van hun PlayStation namelijk ook op de PC binnenkomen. Dan heb je dit niet nodig. Ja, nou ja, het gaat mij er gewoon om dat ik, soms dan zit ik hier wel eens beneden, maar op dat scherm wat ik hier heb, daar zitten geen speakers op. En, om een AUX-kabel helemaal om te leggen, daar heb ik geen zin in. Dus dan heb ik liever gewoon dat ik mijn headset oplaat als ik gewoon schakel naar mijn Switch. Ja. Bijvoorbeeld. Nu zo. Ik weet bij de 9 schakelt hij automatisch over naar de box als je de headset uitzet. Hier heb ik volgens mij het gevoel, maar ik moet daar nog even naar kijken, dat hij de boxen vol continu doorstuurt. Dat is het enige, ja, tot nu toe wat ik een beetje jammer vind. En waar mogen we heen? Weet ik niet, we gaan skeletjes aan vechten. Dan sta ik heel erg snel naar de winkel, ben ik wel. Doe je dat eigenlijk dan? Mermaid's Hideaway. Nou, dat is wel een stukje varen. Even kijken, wat zijn deze eilanden? De Reaper is bij Galleon's Grave gespawnd. Die hebben die ene vlag op. Is dat Curvy? Ja, is Curvy. Ja, dus hadden die rode vlag gehad op. Ja. Dat gewoon iemand die aan het hoppen is ofzo. Net hadden ze ook die rode op. Nee, nou, dat is alleen maar MSR, ja. Nee. Maar ik zag die rode vlag, daarom draaide ik. Die ligt helemaal de vlag. Ja, de MSRI vlag gelegen heeft er ook gelegd. Ja, maar niet zoals die. Kijk eens, salty sense volgens mij. Ik leg alvast een nieuwe Voyage erop. Ja. Dan doen we wat. Vlag eens eventjes hier op de ding gaan leggen. Maar ja, ze zijn geen Crate 5 meer, hè, dus ze kunnen ons sowieso niet meer op de map zien. Daarom. Maar ja, als we nou het kompas volgen, dan varen we naar ze toe. En we kunnen een paar van die eilandjes doen terwijl jij naar de winkel gaat. Richting Smugglers B, zeg maar. Van die Voyage. Dan naar Mermaid zakken. Dat kan. Denk ik wel dat jullie beter dadelijk in die regio een nieuwe Voyage kunnen starten. Ik verwacht dat deze meer in de wild zal zitten, niet? Die kans zit er dik in. Ik heb nog een ding op me. Oké. Okay. Is dat... Nee, dat is niet Lonely. Welke is die ene al laatste? Dat is Lonau. Is dat inderdaad Lonau? Ja. Ah ja. Oh, dan moest ik al heel ver inzoomen voordat ik dat regeltje zag. Zo, best. Bij Smugglers B is het ook daar in die hoek gewoon, je zet met je voet op het strand en je struikelt over de kisten. Ja, daarom. Dan kun jij op gemak naar de winkel en dan gaan Ries en ik beginnen aan die kisten. Aangezien we toch Captain's Chest moeten hebben. Moeten we een crate hebben. Ja, ik hoop dat ze die bug inmiddels opgelost hebben, maar de vorige keer kregen wij geen crate van deze kisten opgraven.
we hebben de sleutel bij ons. Welke sleutel? Van de vault.